Herman Bekien die noemde het hier het rode lampenfeest. Maar tegenwoordig zijn de bootjes die we kennen van het zandpad dichtgetimmerd. Staat het al 4 jaar leeg en hebben ze het geweldige plan opgevat om 10 meter verderop een nieuwe hoerenbuurt te bouwen. Ontzettende sportvraag. Maar als je hier zo loopt, wat gaat er dan door je heen? Nou ja, het is gewoon belachelijk de manier waar het op gelopen is. De sluiting, daar kan je nog iets van zeggen. Maar de gemeente die had daarna ook alle verschillende opties om alsnog ramen te openen. Zo heb ik hier een aanvraag gedaan voor het zandpad en ook voor de Harde Bollenstraat. De gemeente die had die vorig jaar mei kunnen vergunnen, maar besloot toen de panden op te kopen. Dus ja, de gemeente die laat wel het gezicht zien van wij willen helemaal geen prostitutie. Het is een stukje geschiedenis. Jij werkt hier, we staan bij jouw boot ook, zei je? Ja, dat is mijn oude raam. Ik geef eens, doe het nog eens. Dat is mijn oude raam, daar heb ik 10 jaar gewerkt. 10 jaar? Ja. Hey, ik vind dat altijd een beetje lastig, want sommige mensen die vinden prostituees zielig of zo. Het is altijd slecht. Maar ja, ik denk ook, ja, je kiest er ook zelf voor. Je bent een snuggere meid. Je hebt hier gestaan, maar was het altijd leuk? Ja, ik heb hier op het zandpad eigenlijk de leukste tijd van mijn leven gehad. Je hoort natuurlijk heel veel verhalen over dwang. Maar je hoort de goede verhalen, die hoor je ook nooit. Wat is een goed verhaal? Nou, er werkten hier vrouwen die hier gewoon zelfstandig werkten. Ze zijn gewoon echt ondernemers. En ja, daar is toch helemaal niks mis mee. Nee, het zijn zelfstandig, het zijn zzp'ers. Ja, precies. En als je nou terugkijkt op die periode, hè, ineens ging het heel snel. En ineens was het dicht en de boel wordt verkocht. En eigenlijk is daarna niet zo heel veel meer voor jullie gedaan. Nee, de sekswerkers die zijn aan een lot overgelaten. Er zijn natuurlijk wel een heleboel beloftes geweest van burgemeester Wolfsen en later ook van burgemeester Van Zanen. We moesten even geduld hebben. Binnen 3 maanden zou er een nieuwe plek zijn. We staan hier 4 jaar later. De boten zijn dichtgespijkerd. En de nieuwe locatie bestaat uit een hoop zand met een beetje gras eroverheen. Maar that's it. Er gaat dus ooit een keer een nieuwe Rossenbuurt gebouwd worden. Dat is daar, hè? Zullen we er even heen lopen? Het is niet heel ver. Dan kunnen we ook even een beetje misschien de stupiditeit daarvan aangeven, want die gaat hier komen. Ja, het is een hoop zand, zoals je ziet. Het is vooral een sprookje waar de gemeente zelf in gelooft, maar de sekswerkers niet. Ik denk misschien veel te zwart-wit, maar er ligt hier werkelijk waar een unieke, best goed georganiseerde Rossenbuurt. Op bootjes. Ik ken geen andere Rossenbuurt zoals dat. Misschien is er een, maar ik weet het niet. Waarom zou je dan 20 meter verder een nieuwe buurt bouwen terwijl er hier in klaar ligt? Nou, omdat de gemeente zich verschuilt achter allerlei dingen. Zo heeft burgemeester Wolfsen destijds contact opgenomen met het waterschap. Dat de boten moesten verdwijnen en het waterschap die is daarmee akkoord gegaan. Dus het waterschap die heeft besloten dat die boten niet langer op het water mogen liggen. Dus ja, eigenlijk wil iedereen terug naar de boten. De vrouwen, de exploitanten, de klanten, iedereen. Maar de gemeente die verschuilt zich achter regeltjes om dat niet toe te staan. Je loopt hier zo lang. En dan hoor ik jou zeggen, ja. Wat zei je nou net hier langs? De plek op aarde die er is. Waarom? Voor elke man. Het is toch ook uniek? Ja, daarom juist. Daarom is het ook zonde. Juist in dit, zo met de bootje, toch of niet? Ja. Dat daar komt, ben ik al heel blij om. Niet voor mij hoor. En misschien ook wel, maar dat maakt helemaal niks uit. Het gaat om als man. Hè? Als mentaliteit waar we in zitten, waar we in leven, toch? Want je wordt afgedwongen toch door een vrouw. Of jij het nou bent of ik het nou ben, dat gaat niet om. Maar dat is de hele gebeurde waar we nu in staan met z'n allen. Afdwingen door een vrouw. Emancipatie toch? Die leuke herinneringen. Wat? Ja, het contact met de meiden zomer. Ze stonden met z'n allen buiten. En het contact dat was gewoon zo fijn. Het was net een klein dorpje binnen in Utrecht. Het was echt een plekje apart. Weet je wat ik altijd leuk vond? Dat de zon begon te schijnen. Het is een beetje weer mooi weer. Werd. Nu dan reed ik daar over die brug met mijn fiets. En stonden alle meiden half naakt daar buiten. De brug ook altijd, zomers. Top. Aanrijdingen daar ook op de brug. Echt allemaal van die gekke dingen, ja. Toch een goede tijd geweest hier. Ja, het was een super tijd. Het is gewoon een eeuwig zonde dat daar een einde aan gekomen is.
Hey, en als het ooit een keer daar klaar is, ga je daarheen? Nou ja, kijk, ik heb altijd gezegd op mijn 35e, dan stop ik met achter het raam werken. Dat heb ik nu. Ik ben nu 35 plus. Maar ik wil me wel altijd blijven investeren in de prostitutie in Utrecht. Dus je hebt ook nog een stichting, toch? Ja, ik heb een BV, Freya. Daar hebben we vergunningen mee aangevraagd voor het Zandpad en naar de Bollestraat. En ja, als er een nieuwe locatie komt, dan zullen we ook zeker een aanvraag voor een nieuwe locatie doen. Super. Dankjewel.